Jongens, tip voor dit hete weer. Het is namelijk 40 graden aan het worden vandaag. Deze ballen al. Alle ballen van samen. Wat? Ik heb lol met je. Ik ben helemaal zeik en zeik nat geregen net. Ik zat kort aan, want ik word altijd geknipt. Nee. Hi, leuk dat je kijkt. Hoop dat deze video je weekje verblijft. Goedemorgen, nieuwe week. Oh, ik dacht, we zijn in het Art Hotel, jongens, nog. Kijk, met dit mooie uitzicht. En waar is die fake wedding wed for a day? We moeten nu uitchecken en ontbijten nog. Ik heb zo lekker geslapen, want het was hier echt 17 graden gewoon, terwijl het buiten 35 graden is. Echt chill. Heel leuk. Oh my god, jongens, dit buffet. Echt mega lekker. Vet veel ook gewoon. Hier. Mega lekker ontbijt. Oh my god. Michael is helaas al weg in zijn werk, hè? Vet leuk, jongens. Er kwam dus net iemand naar me toe op het station. En zei: ik wil even zeggen dat jullie er vet leuk uitzien. Dat is vet lief. Echt. Positivity, guys. Ja, dat is echt leuk. It made my day. Dankjewel. Zo, weer thuis bij mijn moppie. Ja, liefie. Hey. Hi. Dag, schatje. Mwah. Dat lievertje van mij. Ik heb dus nog steeds die ring op van Wet for a Day. Even kijken of je hem kunt zien. Dit is wel echt een ijzeren ring. Kijk hoe cute. Het staat er leuk bij mijn horloge en zo. Dus ik ga hem gewoon om. Zo van mijn echte verlovingsring en mijn nep weddingring. Jongens, tip voor dit hete weer. Het is namelijk 40 graden aan het worden vandaag. En als je het net zo van mij als koffie houdt, dan kun je dus koffie zetten en dan vervolgens daar een bol karamelijs of chocoladeijs bij doen. En dan heb je gewoon ijskoffie. En dan heb je ijskoffie. Ik moet nog even smelten. Wat je ook nog kan doen is er ijsklontjes bij gooien en dan gewoon door de blender. Of, ja, door de blender denk ik. En dan nog in je koelkast zetten, dat kan ook. Dat ga ik nu nog even doen. Ik wil hem echt gewoon koud, jongens. Ik wil hem koud, want ik heb het super heet. Ik weet niet waarom ik zo op gaat, maar het is wel waar. Kijk nou jongens, Victoria is er ook. Hallo. Hey schat. Wat hebben mensen leuk gereageerd op je video? En de telefoon gaat. Gaat ook nog. Jongens, Justin is er ook. Gezellig. Ja. Yes. Want, ik kan natuurlijk niet draaien met dat ding, maar... Gaan we want daar is een foto van hem. Kijk. En Ger. Victoria. Nee? Nou, Victoria hangt er ook, maar dan als Ger. Oké, jongens, nog even een kleine uitleg wat ik hier aan het doen was eigenlijk. Dat was de winkborrel. In combinatie met Philips en Nina Moena, een designer. En die hebben dus een shirt gemaakt die gaat over dat elke gender geaccepteerd is en elke gender bestaat. En dat er niet meer alleen maar twee genders bestaan, maar meerdere genders. En dat iedereen daar gewoon zichzelf in moet kunnen zijn. In het andere hotel, kijk hoe mooi het hier is de tuin, jongens. Oh my god. Even een rondje van de zaak. Super mooi. Echt heel nice. Super warm. Kijk, mijn hoofd, jongens. Ik kan echt niet met dit weer. En nu ga ik dus door naar de volgende borrel. Oh ja, en op dit evenement waren een soort van complimenten meisjes, jongens. En die gingen dus gewoon je observeren en dan complimenten opschrijven. Super grappig. Er stond Enchanted Elio. Je weet wie je bent en almachtig ben je leuk en knap en bewust en innemend en well-dressed en een boefje. Want ik had dus bij beide schrijvers eentje opgevraagd. De andere is Elio Exceptional, daar sta je dan, in je core. Boevenkop, dus dat hebben ze allebei gezegd. Met een zachtheid, wat een heerlijke combi, je hoeft zelf niet het middenpunt te zijn. Maar wordt het toch vaak met een fijne energie. Dat is wel echt zo, ik hoef het niet te zijn, maar ik word het meestal in combinatie met Sabine, omdat ik gewoon zo lekker gezellig zijn. En van jou is er maar één. Dat is toch superleuk. Ik vond het echt een leuk ding om dan dat te doen op een van de mensen. Want mensen gingen er ook met elkaar over kletsen en zo. En dan delen met elkaar wat diegene had opgeschreven. Dus het is ook een soort van ijsbrekertje.
En naar de volgende jongens, maar kijk. Oh. Vrijdag jongens, temperatuur boven smeltwaarde. Ik ben weer zo'n pakezel op de fiets. Kleding terugbrengen bij zijn vriendin die ik aan had voor Wear a Day. En daarna ga ik kantoor, want daar heb ik climate control. Oh my god. Dus dan kan ik daar gewoon een shirt aan doen. Hoe is het in de sweatshop, dames? Trekken jullie het nog? Ja. Jij hebt ook iets rood in je hoofd en Kiki. Helaas geen badje dit keer, shit. Ik heb voor het lene liedje. Het zag goed uit. Oh, ik ben zo trots. Kijk even de vorige vlog, want daar zijn alle foto's in verwerkt. Toch echt mooi uit. Ja. Weet je wat ik leuk vind? Mag ik nog iets zeggen? Ja. Kort. Ja, voor ik dat ding altijd weer uitdoe. Ja, ik zal het kort houden, want ik word altijd geknipt. Nee. Ja, daar ga ik alweer. Nee, weet je wat ik leuk vond? Is dat dus je had die kaftan en die rok. En ik had dat zelf nooit zo gestyled. Nee, precies. En dat zijn dan toch mijn kleren, maar jij stylt het. Ja. Dus dan is het toch wel een beetje van beide. Dus dat vind ik echt heel leuk. Ja, het zag echt heel mooi uit. Michael ook nog dat jasje aan. Ja, mega leuk. Eerst nog zonder jasje. Nee, met jasje. Kom ja, op. Ja, mega leuk. Bla bla. Die had alles tegelijk. Jongens, ik heb dus echt zo'n dag dat ik constant alles vergeet. Ik was net al halverwege onderweg naar Sabine. Was mijn sleutel vergeten. Ik was onderweg naar mijn kantoor. Was ik bij Sabine, maar... Salade vergeten. Oh, het is echt nu al 2:30 en ik heb nog precies voor mijn gevoel niks gedaan. Mijn lieve kantoor! Of is het nou een studio, jongens? Wat vinden jullie? Kantoor of studio? Je kan nu hier stemmen. Want ik heb natuurlijk ook gewoon mijn lampen daar staan in zo'n daar een hoek waar... video's en foto's gewoon aan kunnen worden met studiolampen. Maar ja, ik weet, is het nou kantoor of studio? Ik laat het jullie bepalen. Dan wordt het vanaf dan kantoor of studio. Oh my god, guys, het is gewoon 8:18. Hé, hey, wat een mooie datum. Mooie tijd. 8:18. Maar I'm still here. Maar ik ga niet weg. Want ik moet morgenochtend 8:30 of 9:00 volgens mij op een milkshake zijn. Want we werken daar weer. Ik en Michaeltje. Komende weekend. Vet lekker. En leuk. I worked so hard today. Goedemorgen. Zaterdag. Milkshake dag 1. Het is toch vet vroeg. We moeten hier werken. Ik heb mijn haar echt half af. Haarlak in. Ik heb hem maar in mijn tassen gegooid, want het was natuurlijk weer eens te laat. Goedemorgen! Yes! Elke keer feest met deze dames, jongen. Heb je lekker eten geregeld, Jan? Patatties. Vega, toch? Het is mijn Beyoncé moment. Jij ook? Oh, ja. Ik zie haar wakkeren. Ja, maar je hoofdje is al klaar, toch? Uh-huh. Ziet er goed uit. Veel plezier. Dan heb je allemaal plan. Nou, als dit de sfeer is. Hallo. Hey, je gaat toch Sabine aantrekken? Morgen. Morgen. Ik morgen ook. Ik heb nu Bas Kosters aan. Nou, laat maar uit, hoor. Het is fucking warm buiten. Dag schatjes, succes! Echt, ja. Dat je... Tot straks. Ik kom straks met jou, sowieso. Waar ben jij? Miss Jo. Oké, yes. Jullie ben je er klaar voor? Zeker, zeker. Ik werk altijd een soort van bepaald uur. Meestal 8 of zo en dan... Of 6 en dan... Oh, zo het rijden op je. Leuk! Yes! Harder. Oh, van mijn koor! Oh, yes! Hello from Milkshake! Lievertje! Zo leuk dat iemand van mijn koor ook aan het performen is. Doe eens leuk. Thank you.
staan we klaar voor dag 2. Yeah. Even inkomen. Oh, hallo! Lieve Rom! Hallo! Zijn allemaal Sabine's taartjes aan? Deze ballen al. Hallo! Alle ballen van samen, ik heb ook Sabine aan! Ja! Zo leuk dat iedereen Sabine aan heeft hier. Echt zo leuk. Woensdag, ben helemaal zeik en zeik nat geregend net. Terwijl het zou gewoon droog zijn eind van de middag. Dus ik ben wel vandaag uitgenodigd om te gaan varen met Boohoo. Als een soort van celebration van mensen die heel divers zijn. Dus ik hoop dat het wel droog is in Amsterdam. Maar ik ben helemaal, kijk, mijn pakje is gewoon helemaal. Oh, vanochtend vroeg mijn haar op de trainer, dus nu voor niks, want het is helemaal verregend. Even zeuren, maar ik heb wel zin in de varen als het droog is. Oké, jongens, dit is echt mijn leven. Ik moet nu weg, maar nu komt pas ook het pakketje binnen wat ik aan moet voor die boottrip van Boohoo. Superleuk pakje, by the way. En hoe cute. Van de Boohoo collectie voor Pride. Superleuk. En je kan dus nog deze week met 20% korting bestellen. Ik heb een kortingslink in de omschrijving gezet. Kijk nou, hoe cute. Ik vind het echt heel leuk. Een beetje 70s vibe geeft me dit gewoon. Beauty. Hi. Ik doe maar het is eigenlijk best wel leuk. Lekker kletsen met Alex. Maar jongens, even door de grachten. En het is de hele dag geregend, want ik was keihard nat geregend natuurlijk. Maar het is nu gewoon zon. Hi. De boosje is van Boohoo. Is van Boohoo. Shake that Boohoo. Shake that Boohoo. Alex, wat gaan we doen? We gaan even lekker eten bij de supperclub. Okker. Okker. Hosting the mosting, aren't you? Ziet er heerlijk uit. Jij ook, liefje. Hoe is het? Glitz en glitz. De host vanavond, toch? Hallo, ja. Hallo. Ik host iets met glitter. Doe je goed? Doet het al goed? Nee, schatje. Goed. Ik heb honger. Ja. We gaan lekker eten. Ik film waarschijnlijk niet. We gaan zo... ja, dat ben ik. Sorry. Min A. Superclub. Jammer, ik moest namelijk mijn schoen uitdoen. Ik heb alleen maar loopsokjes aan. Like dit. Goed shot. Leden. Vorige keer was Sabine de show ook hier, jongens. Weet je nog? Kom naast me. Yes, yes. Oh, oké. Afgang dit. Afgang. Cheers. Ik heb echt lol met je trouwens. Cheers. Wat? Ik heb lol met je. Oh, prrrr. Two people you got here. Oh, prrrr, thank you. Oh, prrrr. Oh, thank you. Oh, so lovely. Cute. Okay. This is going to be a lovely night. We're going to celebrate Pride. Oh, yes. Cheers, mates. Ik moet even voorstellen aan Lisa van Beide. Beide Magazine. Ze heeft ook een YouTube kanaal. Ja. Jongens, Glitzkill heeft me even glitter. Oh. Love that. Nee. Nog even een miniatuurdrankje in de taboe, toch? Maar echt. Ik wil heel graag een miniatuurdrankje, want meer kan ik niet meer aan. Ik wil heel graag een white Russian. Oh ja, jij wilde ja, helemaal een white Russian. Deze meid op overloopbrassure van white Russian. Kreeg het nergens. We hebben wel mijn kava gekregen, though. Ja. Laat make it happen. Voordat je eten weggooide. Make it happen! Hoe laat is het?
Het is 11:30, meid. Oh, we gaan vandaag lekker even de vlog sluiten. We zijn lekker bij dat ding geweest van Boehoe. Boehoe! En daar zijn we lekker bij de Superclub geweest eten. Toen dachten we, nou, we gaan nog even lekker een drankje doen in de taboe. Toen zijn we daar, nou, hebben we de taboe. We hebben een cocktailtje gedronken, toen hebben we nog een biertje gedronken, nu gaan we lekker naar huis, meid. Het is Chanté, you stay, you go, you... You will see you next week. Tot de volgende week, dames. Het is de dag, de weefdag is voorbij. De enige echte snapshots van Elio hier is op een rij. Het was me het weekje wel, dat heb jij gezien. Volgende week weer een nieuwe vlog, ga dat zien.